De boeren beheersen al de hele week het nieuws. Na een onrustige week met veel protest en bedreigingen aan het adres van politici, dreigen ze maandag het hele land plat te leggen. En ondertussen zien ze in Den Haag ook in dat er wat moet gebeuren en ze willen het gesprek aangaan met de boeren. Omdat er zoveel gebeurd is, eerst even een overzicht van wat belangrijke momenten. Het was de week van de boeren die opkwamen voor hun toekomst. Ik vind het een schande dat wij boeren, leveranciers van de eerste levensbehoeften, zo ons best moeten doen om het bedrijf op poten te houden. Het was vandaag een dag vol nieuwe boerenacties in de provincie. In Epe werden voor het gemeentehuis hooibalen in de brand gestoken. En dat gebeurde vanmiddag ook in Apeldoorn. Er is opnieuw actie gevoerd bij het huis van stikstofminister Christiane van der Wal in Hieren. Door de hele provincie zijn boerenprotesten uit de hand gelopen. Kijkt u even mee wat er gisteravond en vannacht allemaal gebeurde. Ik denk na deze roerige week dat het best een mooi gebaar is. En ook een mooie handreiking vanuit de politiek om alle partijen aan tafel te hebben. Ja, aan tafel Bart Kemp uit Ede, voorman van boerenactiegroep Agractie. Ja, dit klinkt als een opening. Gaan jullie het gesprek aan? Wij staan niet direct te juichen. Kijk, we hebben gisteren in het debat gezien dat er gesteld wordt de doelen zijn keihard. En die staan niet ter discussie. Kijk, en die doelen betekenen, vooral in de provincie Gelderland hier, dat daar een heel gebied voor leeggeveegd moet gaan worden. Kijk, en als je dan dat vertaalt naar bijvoorbeeld Stroe, die actie vorige week, en dan komt er een dag later vanuit de provincie Gelderland een plan om op diezelfde plaats 25.000 huizen te bouwen, en een stukje verderop nog 10.000. En strak naast zo'n Natura 2000 gebied en meteen de volledige veehouderij af te bouwen. Kijk, en boeren gaan dat niet pruimen, en die doelen zijn aangetoond niet haalbaar. Zelfs als je het hele gebied leegveegt. Kijk, dus wat wij zeggen is, die doelen moeten we over praten. En dat, die uitgestoken hand, die nemen wij aan. Maar er moet wel gesproken kunnen worden over die doelen. Kijk, dus de uitgestoken hand wordt in ieder geval aangenomen. Mevrouw Wiersma uit Arnhem, u bent al jarenlang een mediator, oftewel bemiddelaar. Mm-hmm. Ja, dit lijkt me geen makkelijke klus. Ga er maar aan staan als mediator. Ja, dat ben ik met je eens. Dat gaat heel ingewikkeld worden. En wat je van Bart ook hoort is dat hij zegt, ik neem de uitgestoken hand wel aan, maar er moet wel van alles eerst gebeuren. En dat is wat ik ook een beetje zie gebeuren nu, dat er eerst allerlei voorwaarden worden gesteld voordat zo'n gesprek überhaupt gevoerd kan worden. Dus wordt het heel lastig? Als het eenmaal lukt om aan tafel te gaan, dan denk ik, dan lukt het vast wel om een oplossing te vinden. Want alle partijen zijn er heel erg bij gebaat dat er een oplossing wordt gevonden. Alleen gaat de discussie nu vooral over het eigen gelijk. He, er worden veel verwijten gemaakt over en weer. Emoties komen erbij. Allerlei zorgen, begrijpelijke zorgen. Waardoor het eigenlijk veel ingewikkelder wordt om nog om tafel te komen, om tafel te gaan. Ja, mevrouw Lochtenberg, u bent melkveehouder. Hoe denkt u hierover? Ziet u het zitten om in gesprek te gaan? Ja, ik heb wel zoiets van, eindelijk zou er eens een keer geluisterd moeten worden naar die boeren zelf. En vandaar ook al die frustratie die er boven komen. Je weet niet waar je aan toe bent. En elke keer worden er weer regels opgelegd en weer andere regels. Je voldoet ergens aan. We moesten allemaal nieuwe stalvloeren erin, wat ons heel veel geld heeft gekost. En dan in één keer wordt er weer een streep doorgezet, omdat ze dan toch niet voldoende reduceren. En zo zijn we continu overal mee bezig. Ja, en het is ook een samenhang van allerlei maatregelen en allerlei wetgevingen. En de ene keer gaat het linksom en de andere keer rechtsom. Er is gewoon niet meer te kijken van wat er nu wel moet en niet moet. Dus u snapt deze acties wel? Ik snap zeker die acties. Want ik bedoel, dat zien we op ons eigen bedrijf. Onze zoon wil het allemaal heel graag over gaan nemen. Maar zie je het nu nogmaals voor elkaar te krijgen. Je weet niet waar je de ene keer dan komt, de kaarten naar voren. En dan zit je in een rode stip of je zit er tegenaan. Nou ja, dan denk je van, oké, en nu? Als we moeten reduceren, dan heeft die gewoon geen toekomst meer. Maar dan houdt het op.
Dat is heftig, maar bij de politie langsgaan, of bij de minister langsgaan en de politie... Ja, ik snap op een gegeven moment wel de frustraties. En vooral als er op deze manier politiek gedreven wordt. Als er maar zo dingen over de schutting gegooid worden. Een kaart waar we niks mee kunnen. Maar waar wel de bedrijven met een rode stip op staan. Dan denk ik, ja, maar zo ga je niet met elkaar om. Nou ja, als ik daarop mag reageren. Kijk, wij roepen als een Fractie Nederland altijd op tot het oog op de bal... En de inhoud centraal en binnen de kaders van de wet. Kijk, en dat soort incidenten die leiden af van de inhoud. En daar hebben we niks aan. We moeten het over de inhoud hebben. Dus dit soort incidenten kun jij af opzoeken van de minister? We hebben daar niks aan. Dus ik wil daar ook geen woorden aan besteden. Want dat is voor de politie om dat op te lossen. Kijk, maar de inhoud is gewoon dat boeren opgeofferd worden voor onhaalbare doelen. En dat er keuzes worden gemaakt in het beleid ten gunste van bouw, industrie en luchtvaart... die door kunnen en daar worden hele gebieden voor leeggeveegd. Kijk, en daarom staan wij als boerenorganisaties en boeren zelf met de rug tegen de muur en doen ze wanhoopsprongen. Kijk, en je mag tot de grens gaan, maar niet erover. En dat vinden wij gewoon heel belangrijk. Ja, en als er grensoverschrijdingen zijn, moeten we dat niet enorm groot maken. Dat wordt opgelost door het strafrecht en dat is niet acceptabel, makkelijk zat. Dus de boodschap vanuit de boeren komt onvoldoende aan in Den Haag? Er wordt niet geluisterd. Wij dragen al 3 jaar oplossingen aan. En we hadden al zoveel stikstof kunnen reduceren in die tijd om huizen te bouwen. Maar er wordt gewoon niet geluisterd en niets meer gedaan. En Gerwin, dat is simpel zat. Gerwin ja. Pelen, verslaggever bij Omroep Gelderland. Jij volgt al jaren het nieuws rondom de boeren. Dus ook de boerenprotesten van de afgelopen tijd. Herken jij dit? Hoe is dit zo uit de hand gelopen? Ja, ik wist wel toen dat kaartje kwam dat voor onrust zou zorgen. Ook omdat je kan inzoomen tot je een ons weegt. Maar ja, wat nou precies voor je bedrijf betekent, dat is onduidelijk. En bijvoorbeeld de provincie is met plannen bezig met 40% reductie. Met plannen ook uit de sector. En als zo'n kaart komt met 58%, ja, dan betekent dat natuurlijk heel veel voor boeren en voor hun bedrijf. Voor hun toekomst. Dus ik had wel meteen door, ja, dit gaat wel veel betekenen. En die onrust die gaat hierdoor wel komen. Wat voor mensen zijn dit die we hier op de beelden hebben gezien van de rellen? Dus blijkbaar niet de achterban van Bart. Ja, klopt dat, Bart? Zitten hier mensen van jou tussen? Van Agractie? Ja, kijk, dat is niet zo zwart-wit, hè? Kijk, boeren komen in actie en plattelandsjongeren en burgers. En daar kun je geen scheiding maken. Kijk, dit zijn geen gecoördineerde acties. Die zijn spontane acties overal ontstaan uit het land... die niet door een organisatie zijn gecoördineerd. Het is voor ons ook heel lastig, hè? Want bij de boerenprotest in Stroe, die demonstratie... hadden we zelfs een programma, dan weet je eigenlijk heel goed wat er gaat gebeuren. En bij deze acties is het elke keer gissen, waar gaat wat gebeuren? Dat is voor ons ook wel ook ingewikkeld. Het is niet een heel duidelijk plan van, nou, daar gaan ze heen, dat gaan ze doen. Nu heeft de politie kenbaar gemaakt dat deze mensen zich moeten gaan melden voor woensdag. Anders gaan ze de beelden herkenbaar maken. Wat vind je daarvan? Ik vind dat we het hier aan tafel over de inhoud moeten hebben. En kijk, hier is deze week al genoeg over gesproken. Dus laten we het alsjeblieft bij de inhoud houden. En hoe kunnen we als overheid hieruit komen? We gaan over beide praten uiteraard. Want dit is ook wat er gebeurt in ons land. Het ontwricht ook een hoop. Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is om wat duidelijkheid en zekerheid te kunnen geven. Of ja, dat ook komt vanuit de overheid en of van iedereen. En dat daarmee ook die onrust zeg maar veel meer weggenomen zal kunnen worden. Kijkt u wel naar de provincie? Ja, maar ook naar het landelijke. Want gisteravond was er ook weer zo'n debat. En dan denk ik, jongens, ga nou op de inhoud in, net wat Bart ook zegt. En we kunnen hierin blijven hangen, maar daar komen we met elkaar niet verder mee. En dan denk ik van... Ik zou dat wel graag willen nuanceren, want volgens mij gaat het niet over de inhoud. En zo'n mediator die bij zo'n proces betrokken zal worden, die gaat ook niet over de inhoud. Maar die gaat kijken naar een oplossing. Een oplossing voor de toekomst waar alle partijen mee zouden kunnen leven. En dan gaat het dus niet over wie heeft er gelijk of is dit wel goed of is dit niet goed. Daar is inderdaad het strafrecht voor. Maar die discussie die leidt tot niets. Het is ook al jaren geleden of jaren wordt het al gevoerd. En het leidt niet tot een oplossing. Ja. Maar hoe ga je dat doen als beide partijen zo lijnrecht tegenover elkaar staan? Een neutrale, onafhankelijke, onpartijdige derde erbij te zetten die het vertrouwen heeft van beide partijen. Het wordt nog lastig, want de partijen zijn natuurlijk groot. Dus hè, wie zijn dan de vertegenwoordigers van die partijen? Maar door zo'n proces met elkaar te voeren, ook de bereidheid te tonen om daarin met elkaar naar oplossingen te zoeken. En oplossingen ook anders dan de eigen oplossing. Dus hè, misschien ook eens nadenken over oplossingen die nog niet eerder voorbij zijn gekomen. En met de zekerheid dat zo'n proces alleen maar slaagt als beide partijen ook akkoord zijn met die oplossing. Hè, dus partijen zijn gelijk. De mediator is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig.
Ja, en dan lukt het heel vaak ook in heel erg geëscaleerde conflicten die al jaren spelen. Goede uitgangspunten. Ja. Gelijkwaardigheid en niet dictaat van bovenop leggen. Kijken naar onconventionele oplossingen. Hoe ga je eruit komen? Ja, absoluut. Want die oplossing, daar is iedereen volgens mij bij gebaat. En dat is geen discussie. De weg daar naartoe, dat levert nu veel discussies en ook veel wrijving op. Maar dat iedereen graag een oplossing wil. En dat er veel gezamenlijke belangen zijn. Hè, de toekomst, het milieu, zekerheid, ook voor de kinderen. Ja, ja die belangen die zijn er bij iedereen, denk ik. Ja, ik wil zo even met jullie over de oplossing praten. Want ik wil even duidelijk maken dat we hebben geprobeerd de politie hier aan tafel te krijgen. Ook meerdere burgemeesters. Politici. En meerdere burgemeesters. Zij konden alleen niet, hebben aangegeven niet te kunnen komen vanwege tekorten. Dat ze niet wilden aanschuiven. Ja, wat zegt dat, Gerwin? Ja, ik denk dat de veiligheidsdriehoek op dit moment wel druk is. Hè? Dat is de politie, het Openbaar Ministerie en ook de lokale overheid. Dat ze druk zijn. En ik denk ook wel dat het heel gevoelig ligt. Even naar die oplossing, Bart. Wat zou jij, als jij dat gesprek zou mogen voeren, je wordt uitgenodigd. Heb je trouwens een uitnodiging gehad? Of? Nee, nog niet. Heb je er iets over gehoord in je omgeving? We hebben het via de media gehoord. En wij hebben zelf de afgelopen 6 weken herhaaldelijk om zo'n gesprek verzocht. Omdat wij zagen al langere tijd aankomen, vanwege ook de starheid en het ontbreken van een dialoog, dat deze frustratie zo hoog op zou lopen. Denk je dat de uitnodiging komt aan jouw adres? Dat verwachten wij zeker wel, ja. Maar u had het over de oplossing. Kijk, en als je het over een oplossing hebt, dan moet je volgens mij haalbare doelen stellen. En als je het over natuur hebt, dan moet die natuurkwaliteit centraal staan. Snap je? En niet een juridische stikstofwaarde, dan moet ik een beetje technisch, die per definitie berekend door het PBL niet haalbaar is. Wat is het PBL? Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. En die heeft dat ook herhaaldelijk naar het kabinet aangegeven. Dus kijk naar de natuur. Wat is er voor nodig om die natuur te herstellen? En wat voor boeren wat voor bijdrage kunnen boeren daarin leveren? Wat voor invloed heeft de bodem, de zuurtegraad, droogte, noem maar op. En dan kijk je echt van waar gaat het om. Maar nu is er een doel gesteld. Dat doel is überhaupt niet haalbaar. Is ook bevestigd gewoon door het kabinet. En dan ga je dan een gebied voor leegvegen om andere belangen door te kunnen laten gaan. Kijk, en daar zit de pijn in dit gebied vooral. Wat vindt u dan van de provincie Gelderland? Die onderschrijven eigenlijk dezelfde doelen, maar zeggen we kunnen met veel minder ingrijpende maatregelen. Als je die doelen wilt halen, dan ontkom je niet aan grootschalige gedwongen onteigening. Kijk, en wij spreken natuurlijk ook met Peter Trent. En als je hem dat op de man afvraagt, dan zegt hij, ja, die doelen zijn niet haalbaar. Maar we proberen daar gewoon weg van te blijven. Maar en daar zit ook... Ja, en ook van het halen van die doelen. En daar zit ook de frustratie. Nou ja, dat inderdaad, dat Den Haag zo star vasthoudt aan die doelen. En die moeten gehaald worden en wel zo snel mogelijk. Kijk, en als er dan zo'n plan voor woningbouw komt en een plan van we gaan dat gebied leegvegen. Ja, dan snap je dat het niet om de natuurkwaliteit gaat, maar om een transitie van dat hele gebied. Ja. En vervolgens wordt er een motie aangenomen dat daar een grote woningbouwlocatie moet komen, een Phoenix-locatie in dat gebied. Nou ja, en zo zijn er tal van die dingen dat er gewoon niet eerlijk met boeren omgegaan wordt. En de provincie zegt over Stroe City, dat was een misverstand, dat was een denkrichting. Kijk, van mevrouw Van der Wal, die komt hier uit het college van Gedeputeerde Staten. Ja, en dus die kent dat plan hoogstwaarschijnlijk. In een paar weken daarvoor is een motie aangenomen van Jacco Geurts om de Gelderse Vlei, de Food Valley, als grootschalig woningbouwgebied aan te wijzen. Vorig jaar stond er in het plan Irisman, we gaan dat gebied leegvegen, dan ontstaat er ruimte voor grootschalige woningbouw. Het is 1, 2, 3, 4. Het is wel duidelijk inmiddels. Ik geloof dat niet. Het is wel duidelijk inmiddels. Ja, ik geloof niet dat de provincie zegt, dit is een misverstand, sorry foutje. Tuurlijk niet, je komt met zo'n volledig uitgewerkt plan, dat is een misverstand. Tuurlijk, ze hebben dat hele plan uitgewerkt en het is een misverstand. Denk ik. Ja, de provincie wilde helaas hier vandaag ook niet bij aanwezig zijn. Nee, maar dat zijn allemaal dingen, jongens. Er kan één keer zo'n suggestie gedaan worden en dan gaat hij de la in, maar niet vier keer achter elkaar. Hè. Boeren zijn niet gek, hè? En de stapels stikken dus ook op, hè? Ik bedoel, dat zei ik net ook aan de kaartjes. En dit komt er dan weer boven overheen. Ja, en dan geef je geen vertrouwen naar die boeren toe van we gaan Kijk, het oplossen. Vorig jaar hebben we een onderzoek gezien van Eén Vandaag, waaruit uitkwam dat het vertrouwen van boeren in de overheid nog 2% is. Dan denk je, er komt een nieuw kabinet, hebben wij voorgesteld, zullen we dan maandelijks overleggen gaan plannen, zodat we elkaar gaan begrijpen, zodat we de boel op tafel kunnen gooien. Niets van dat alles. Er wordt niets mee gedaan om dat vertrouwen te herstellen. Ja, dan,
Nou ja, sorry. Ja, niet, ja, ik wil heel veel naar de mediator. Er zit blijkbaar heel veel, veel frustratie uiteraard. En we zien het ook op de beelden aan de protesten. Ja. Ja, hoe is dit op te lossen? Nou, het woord vertrouwen valt al twee keer. En dat is natuurlijk ook iets op het moment dat dat er niet is. En een conflict zo geëscaleerd is, ja, dan wordt het ook wel heel erg lastig. En dan kan de bereidheid er wel zijn bij alle partijen. En dan kunnen alle voorwaarden die er zijn bij alle voor zo'n proces, die kunnen allemaal zijn ingevuld. Maar dan is natuurlijk maar de vraag of het dan gaat lukken. Er is geen succesgarantie af te geven. Ik vind zelf wel, baat het niet, dan schaadt het niet als die bereidheid er is. En het lukt om tafel te gaan. Ja, nee heb je, ja kan je krijgen. Wat zou u doen als u gevraagd zou worden om de mediation te doen? Nou, wat ik als mediator in elke conflict situatie doe, eerst heel goed de beide verhalen boven tafel krijgen. Hè, dat mensen ook het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt. Dat de ander ook heeft gehoord en heeft begrepen wat ze gezegd hebben, van beide kanten. En dus niet een discussie voeren over wie heeft er gelijk of wat is waar. Hè. Die waarheidsvinding, die hoort bij de rechter. Die hoort niet bij de mediator aan tafel. En dan vervolgens met elkaar gaan kijken, waarom is het nou belangrijk om een oplossing te vinden? En ik hoor al zeggen de toekomst, maar ook het milieu, de zekerheid van opvolgende generaties. Nou, er is natuurlijk ook aan de andere kant zijn er van allerlei belangen. Ook de industrie heeft belang. Ook wij als burgers hebben natuurlijk belangen. Dus op het moment dat je naar die belangen gaat kijken, dan is er vaak veel meer mogelijk dan wanneer het alleen maar gaat over jij hebt gelijk of ik heb gelijk. Ja, en goed naar de belangen luisteren. Goed dus. Naar die belangen luisteren. Ze mogen mij zeker bellen, ja hoor. Oké, dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd.